Ik wil even wat zeggen, want Britt, ik denk dat je dit heel leuk vindt. Want hij heeft hier van die ho. Breek ik hem nou? Maar elke vlogger doet dit. Ja. Kijken naar mijn nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben net wakker. Of nee, dat is eigenlijk niet waar. Ik ben niet net wakker. Ik ben vandaag vrij. Ik heb me net klaargemaakt een beetje. Niet te veel, gewoon een beetje. En ik ga vandaag bezig met school, want ik moet de schoolopdracht doen. En daarvoor komt straks iemand hier van mijn klas. En dan moeten we dat allemaal doen. Ik heb het al een beetje klaargelegd. En ja, daar zijn we wel even zoek mee. En daarna moet ik alweer werken. Dus... ja, een goede productieve dag. Ik ga nu nog even bezig. Ik moet nog wat dingen doen. En dan gaan wij bezig met school. Dus jullie zien me zo weer. Ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal voor als je nieuw bent. En veel kijkplezier. Oh, ik heb het zo koud. Ik heb echt een hele grote vest aan van Laura's. Ik heb trouwens een shirt van Costus aan. Ik heb deze ketting gewoon van AliExpress. Die is echt zo mooi zilver. Met allemaal sterretjes. En gewoon de zwarte broek van de Primark. Even lekker chill outfitje. Deze kon je in de vorige week vlog zien. Ik zal hem hierboven eventjes linken. Zo dus die fotoopdracht doen. Kijk eens wie er wakker wordt. Ga je erop klimmen, ja? Hoor je dat? Zo schattig. Ik ga even zo wat eten ook. En de beesten in de gaten houden. Kusje? Nee? Oké. Ik wil trouwens heel gauw graag mijn kledingkast... Mijn kledingkast gauw opruimen, want ik kan er niet meer tegen. Vind je de camera zo leuk? Want ik kan er echt niet meer tegen. Maar goed, ik ga Ukkie even wegdoen, want hij vindt het niet meer leuk volgens mij. Hij klimt helemaal op de camera. En ja, dan ga ik even wat eten maken en zo. Dus zeg maar tot zo, Ukkie. Ga maar zwaaien. Nee, ik ga even iets heel lekkers maken. Daar heb ik echt zin in. Stevige tomatensoep met al die lekkere balletjes en vermicelli. Vind ik zo lekker. En oerbrood. Dat is echt van dat hele grote brood wat je heel vaak bij soep doet, weet je wel. Ik vind dat zo lekker. Dat ga ik dan lekker erin dippen en zo. Dus dat is wat ik nu ga maken. Yummy! Ik zie er echt niet uit, maar ik ben in ieder geval klaar. Of wij zijn klaar met de fotoopdracht. Dus die ga ik nu even bewerken en inleveren. En dan ga ik nog weer verder met school. Want ja, ik ben niet voor niks vrij, dus ik moet wel goed bezig met school. Dus dat is wat ik nu ga doen. En ja, vanavond dus werken. Er geen zin in. Maar goed, ik ga nu even de beelden importeren. En dan gaan we dat even editen. Even fixen. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag. En ik ga me even klaarmaken. Ik moet om 11:15 beginnen met school tot 2:45. En vanavond ga ik mijn kledingkast opruimen, denk ik. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. Want dan wordt het eindelijk aangepakt, want ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga jullie zo even mijn outfit laten zien, maar eerst ga ik me even klaarmaken. Goed, ik ben klaar. Ik heb nog even snel mijn haar gesteld. Dat heb ik echt wel sinds tijden niet meer gedaan. Ik laat jullie nog even mijn outfit zien en dan ga ik zo er vandoor naar school en maak nog even wat eten om mee te nemen. Ik laat even mijn outfit zien. Ik draag dit shirtje van Kenzo. De sieraden zijn van AliExpress. En deze broek is eigenlijk te klein. Maar ik dacht ik doe hem gewoon nog een keer aan. Want hij zit best wel strak hier zo. En hij is een beetje te kort aan het worden. Maar goed, deze broek is van de Bershka. En mijn laarsjes zijn van Most Wanted. Wow, mijn stem sloeg over. Van Most Wanted. Ja, mijn haar wil... niet echt zitten vandaag, maar goed, maakt niet uit. Ik doe nog even mijn horloge om. Then I'm ready to go. Ik heb wel heel veel zin om vanavond dus die
om mijn kledingkast op te ruimen. En die komt dan ook eerder online dan deze vlog. Dus heb jij hem nog niet gezien, ik zal hem hierboven even linken. Ik ga nog heel veel alles opruimen en dan eten maken en dan ga ik naar school toe. Dus jullie zien me straks weer. Let's make some food. Altijd zo'n struggle. Ik weet niet, nooit zo goed wat ik wil eten op school. Want als ik brood meeneem, ik heb zeg maar niet echt een kleine broodtrommel of zo. Dus dat moet ik nog even fixen. Want als ik zo'n grote meeneem, past niet in mijn tas. En als ik het in een zakje doe, wordt het helemaal geplet. En ik vind dat vies. Maar ik eet het wel. En ja, ik heb gewoon altijd struggle daarmee. Dus ik ga dat even kijken wat ik ga doen. En ik zie hier een appeltaart liggen. Ik denk dat we gauw dat gaan maken. Lekker. Filet américain. Ik ben wel blij dat ik filet américain lust. Want ik lust niet zo heel veel gezonde dingen. Nou ja. Weet je, heel veel neem paprika of snoeptomaatje mee naar school of komkommer. Ja, ik lust dat dus echt niet. Ook al wil ik dat heel graag lusten. Oh my god, mijn haar. Maar goed, dat is niet het geval. En filet américain is enigszins nog een beetje gezond. In ieder geval gezonder dan pasta en hagelslag. Dus toppie. Ook nog even een klein bakje. Hier zou eventueel ook broodje in kunnen, maar dan past er maar één in ofzo. Druifjes? Ja, we gaan voor druifjes. Lekker makkelijk. Ja, mijn tas is gepakt. Ik pak nog even portemonnee, want daar zit mijn OV-kaart in. En dan ga ik er vandoor. Dus tot straks. En het is echt lekker weer volgens mij. Het wil bijna 20 graden worden. De komende week wordt het sowieso opeens weer 24 graden. Dat je denkt van, ik heb net truien gehaald, weet je wel. Maar goed, ja. Ik ben al een tijdje, wow! Ik ben al een tijdje thuis van school en ik heb een video opgenomen. Namelijk mijn kledingkast opruimen, tour en alles. En oh mijn god, wat was het een bende. Dit is echt niet normaal. Dit is wat ik allemaal weg ga doen. Superveel. En dit is wat ik daarvan nog hou. Echt maar twee dingen. En mijn kast is nu zo netjes en clean en perfect. Dus als jij de video wil zien, hij staat al online. Ik zal hem hierboven even linken. En ja, ik ben echt super blij mee. Mijn batterij gaat echt zo uitvallen. Dus ik ga gauw mijn camera opladen en eten. Want ik sterf bijna. Het is 5:45 of zo. Kwart voor zes of zo. Dus ik ga snel eten en de batterij aan de laden doen. En even rustig aan doen en alles hier opruimen. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Iedereen slaapt nog, dus ik praat echt heel zacht. Ik hoop dat jullie me horen. Het is heel erg vroeg, ik heb zo rijles. En daarna moet ik direct naar school, dus dan pak ik mijn tas en ga ik echt snel vandoor naar de trein, anders mis ik de trein. Ik heb les tot 1:15, dus dat valt wel mee. En ja, ik laat jullie even nog mijn outfit zien en dan ga ik echt snel eten en rijden. Dus. Ik heb even mijn helderheid heel hoog gezet. Ik draag dit blazertje van Transition. Super leuk. En dan zit hier zo'n strik. En mijn zwarte broek van de Primark en mijn witte schoenen van Adidas. Ik ga even mijn haar doen, want ik heb nog helemaal niet geborsteld of zo. En dan ga ik snel even. Hey lieve mensen, ik ben al een tijdje thuis van school. Ik ben bezig geweest voor school, voor huiswerk en zo. En ik ga zo nog even lekker eten en douchen en zo. Morgen heb ik heel veel zin in, want morgen ga ik gewoon naar school. Ik heb gewoon les, twee lesjes, dus dat valt wel mee. En daarna ga ik nog... Wow, ik film echt zo. Daarna ga ik nog even de stad in. Of het dorpje in. Want ik moet een cadeautje halen. Dus dan neem ik jullie mee. En ik ga weer naar Lily. Want dan mag ik weer wat uitzoeken. Daar heb ik wel veel zin in. Dus ik ben benieuwd wat ik ga uitzoeken. Jullie zien er morgen. En ik neem jullie gewoon gezellig mee. Ja, ik ga nu even editen. En jullie zien me straks weer. Ik wilde jullie nog heel graag even iets laten zien. Want ik heb een pakketje binnengekregen van Chiquelle. En Chiquelle is een Zweeds kledingmerk. En die verzenden nu sinds kort ook naar Nederland. Waarbij de verzenddagen gewoon binnen de 3 tot 6 dagen zitten. Dus dat is echt helemaal top. En ik heb een aantal producten van hun mogen ontvangen. Of nou ja, items, kleding items. En die ga ik jullie nu even laten zien. Als allereerst is dat deze super mooi flare broek. Maar zoals altijd zijn ze altijd te lang bij mij. Dus ik ga ze zeker nog even inkorten. Maar dit is echt een perfecte flare broek. Want hij heeft hier van die... Oh, breek ik hem nou? Oké, ik heb hem al gebroken. Top. Die ga ik even vastmaken.
kijk maar, dit lusje is er nu groen vanaf. Maar in ieder geval, die heeft hier hele mooie gouden knopen. En verder zit hij dus high waist. Hij zit hier. En ja, super mooi. Alleen hij is veel te lang voor mij. Dus ik ga hem even laten inkorten. En dan kan ik gelijk al mijn andere broeken laten inkorten. Want heb ik nog steeds niet gedaan. Dus dat ga ik nu gauw doen. En dit is wel een beetje zonde. Maar goed, ik weet niet of ik zelf heel hard trok of dat dat gewoon zo is. Want de kwaliteit voelt echt oprecht heel goed. Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, ik ga gauw door naar... Zo! Ik ga gauw door naar het volgende item. Het volgende item is echt een superleuk truitje. Ik moet zeggen dat het hier wel een beetje kriebelt. Maar het is een mooi bruinkleurig truitje met hele mooie rondjes erop. Dat vind ik echt heel erg grappig. Ik zou er alleen wel een lang shirtje onder doen, want het kriebelt wel. En dat vind ik heel naar, vooral in mijn nek. Dus dat is een beetje jammer. Maar verder is die echt super fijn en ik wil het wel gewoon een eerlijke review geven. Dus dat is dit truitje. Ik vind hem echt heel leuk. Dit is de kleur. Dat is deze. Dan heb ik deze trui. Echt heel erg leuk. Hij zit hier wel een beetje strak. Maar op zich wel lekker. Het is deze super mooie lichtroze. Met gebroken wit en rood. Ik vind hem heel leuk. Ik hou sowieso heel erg van truien. Heel erg mooi modelletje. Valt niet te lang of zo. Die zit gewoon perfect. En ik vind de kleuren heel erg leuk. Last but not least, dit super leuke, ja, hoe noem je het? Shirtje, blouseje. Oké, even de helderheid omhoog. Ik heb de helderheid even heel hoog gedaan, maar dan zie je in ieder geval wel goed wat voor een blouseje het is. Dit is denk ik mijn favoriet, want hij staat sowieso heel erg leuk bij deze broek, als dit gemaakt is natuurlijk. En hij heeft hier van die ruffle-achtige mouwtjes. Heel erg leuk. En ja, echt van die patroontjes. Dat vind ik ook super mooi. En dan heeft hij hier ook weer zo'n ruffle. Dus dit is eigenlijk echt zo'n heel mooi, chic, luxe. Nee, de ketting ga ik er niet overheen doen. Dit is dus echt zo'n heel mooi, luxe blouseje eigenlijk. Voor echt hele leuke gelegenheden kun je deze aandoen. Maar ook gewoon natuurlijk overdag. Dus ik vind deze super leuk. Ik heb ook nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Want jullie kunnen 15% korting krijgen met de code FLOOR15. Ik zal hem hier even in beeld brengen. Dat is natuurlijk altijd heel mooi meegenomen. Ze hebben ook echt leuke producten. Ik vind de kwaliteit zelf heel goed. Ik denk dat ik gewoon zelf te lomp was met dit. Want het voelt echt oprecht super goed. En daar ben ik heel eerlijk in. Alleen dit ga ik dus even maken. Voor de rest kriebelt alleen de trui. En ik. Persoonlijk. Ik zeg er toch gewoon even bij. Want ja, ik weet niet of je dat fijn vindt natuurlijk of niet. Maar ik vind dit bijvoorbeeld ook echt super mooi. Dus 50% korting met de code FLOOR15. Ga zeker even een kijkje nemen bij Chiquelle. En dat wilde ik nog even met jullie delen. Dan gaan we nu weer verder met de vlog. What's going on? Oh my god, kijk één keer. Ik zit zo erg onder de pukkels. Ik moet zeggen dat ik nu net mijn make-up eraf heb gehaald. Dus mijn hoofd is aardig rood. Maar hier en hier en hier. En dit is van mijn bril hier. Ik weet niet wat ik heb. Ik ga zo lekker naar bed toe. Ik ben best wel moe ook. Oh, het lijkt ook alsof ik geen wenkbrauwen heb of zo. Maar in ieder geval, als je tips hebt voor onzuiverheden, let me know. Want ik heb dat eigenlijk haast nooit. En als ik het heb, alleen hier vooral. Hormonen of zo, geen idee. Ik ga lekker slapen. En jullie zien me morgen. Morgen een leuke, drukke dag. Dus. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En ik ben alweer klaar om naar school te gaan. Ik heb les tot 3:15. En dan ga ik daarna nog naar Lily. Dus ik neem jullie mee als ik mijn kleding ga uitzoeken. En ik ga dus nog een cadeautje halen. Maar dat weten jullie onderhand wel. Ik denk dat ik dat bij de HEMA ga doen. En ja, ik laat jullie nog even mijn outfit zien. Ik heb me trouwens ook even weer een keer fatsoenlijk opgemaakt. En ik kon echt niet kiezen of ik lips even op wou doen of lipgloss. Dus ik dacht, ik doe gewoon even een keer lipgloss. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien en dan neem ik jullie mee. Zo, ik draag dit jurkje van de Only. Ik weet niet of die nog te koop is, want ik heb hem nu al best wel lang. Het is een heel lekker zwart jurkje met hier een colletje. Super lekker warm, maar ook weer niet te warm. Ja, lekker duidelijk, Floor. Ik draag deze riem van Most Wanted. En weer deze laarsjes van Most Wanted. En ik heb een panty aan, want het wordt... 22 graden ongeveer, dus dan vind ik dit wel gewoon perfect. Verder draag ik geen sieraden, alleen dus mijn grote oorbellen. Ik doe nog even een geurtje op. Welk geurtje ga ik op doen? Ik heb trouwens hier ook nog allemaal parfum staan, daar zo. Maar die gebruik ik eigenlijk niet. Wat gaan we doen? Ik kies voor Modern Muse.
Ik hou van zoete geuren. Oké, ik ga nu naar school toe en jullie zien me strakjes. Zo, ik heb even lunch gemaakt voor vanmiddag voor op school. Ik vind het zo lekker. Kijk, ik heb even mijn flesje gevuld met vitaminewater. Dit is zo lekker. Volgens mij is dit de smaak. Wacht. Normaal drink ik dus altijd gewoon water. En ik zag dit staan, dus ik dacht, proef het even. Mango guave smaak. In ieder geval super lekker. Dus dat vind ik wel een keer een lekkere afwisseling. Twee broodjes met kaas. Met donkere boterhammen. En rijstewafels met biologische maisrijstewafels met hummus. Super lekker. Dus dit neem ik mee naar school. En dan ga ik er nu vandoor. Het is me lekker weer. Yay! Willen jullie ook zien wat ik heb gehaald? Ik heb het gehaald. Britt, ik denk dat je dit heel leuk vindt. Van Lily, we hebben Lily gehad. Ja. Deze flair. Ben je een flair? Ja, maar daar hou ik van. Ja, maar deze is een print. Ja, dat houden ze. Ik heb nog wel gekeken. Oh. Maar leuk, hè? Jawel. Mooi hoor. Ja. Ik heb je van later dat je op de fiets daar fietst. Ja. Er per uur rond daar overheen steken. Ah, oké. Okay. En dat ik daar zo veel ongeluk aan doet zijn. Vind je de broek mooi, man? Ja. Ik heb ook nog een cadeautje voor Lisa gehaald. Lisa is zaterdagjarig. En ik dacht... Ja, deze L vond ik heel leuk. Ik ben thuis en ik ga je nog even laten zien wat ik heb gehaald als cadeautje nog. Nou, deze broek hebben jullie gezien. Die had ik aan. En ik heb deze jar gehaald. Super leuk. En daar ga ik allemaal snoep en eten in doen. En deze L voor Lisa. En ik dacht, dat is leuk als ik dan dit zo dit kaartje erin doe. Met allemaal snoepjes en eten en lekker. Dus dat is wat ik heb gehad. Ik ga nu even omkleden, want ik moet weer sporten. En ja, ik moet even een beetje opschieten. Dus jullie zien me straks weer. Oké, ik ga even snel deze plamuur van mijn hoofd afhalen en zo sporten. Ik moet echt heel erg opschieten, ben ik overbelicht. Nee, want ik wil nog even een banaantje eten, anders dan ga ik echt neer. Aangezien ik nog niet zoveel heb gegeten vandaag. En ik vind het ook echt niet chill om met een plamuurlaag te sporten. Dus dat doe ik ook niet. Dus ik haal dit er even af. Oké, rood hoofd, make-up eraf gehaald, doorboenen. Even hè, als meisje onder ons. Ik doe ondertussen mijn Nike sportschoenen aan. Maar je gaat toch niet met een plamuurlaag sporten? Doe jij dat? Hou jij al je make-up toch op en ga je dan sporten? Ik vind dat niet chill, want dan zweet je en doe je zo en dan heb je allemaal foundation. Oeh, ik moet er niet aan denken. Dus altijd als ik eigenlijk thuis kom, hou ik mijn foundation eraf. En dan eigenlijk al mijn make-up. En dan kun je zeggen, ja, waarom doe je het dan naar school? Maar dat vind ik gewoon leuk om op te doen. En als je dan weggaat, is dat gewoon mooi, zeg maar. Als je er enigszins verzorgd uitziet. Ik heb trouwens gekrapt. Ik denk dat jullie wel snappen wat ik bedoel. Met sport en zo en gewoon chillen wil ik geen foundation op. Want ook thuis dan ga ik liggen op kussen. Nou, een dikke vlek. Geen zin in. Dus eigenlijk ben ik heel erg makkelijk daarin. En als ik er geen zin in heb, dan doe ik het ook gewoon niet op naar school. Ik doe eigenlijk bijna nooit foundation op. Oké, ja, soms. Maakt het ook niet uit. Ik ga nu echt weg. Want ik wil eten nog even. Een banaantje. Anders ga ik... Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En... ik ga nu zo naar school. Ik moet even opschieten. Ik ga even snel mijn outfit laten zien en dan moet ik er vandoor gaan. Ik heb trouwens nog geen ketting om. Die moet ik nog even omdoen zo. Ik draag dit hemdje van de Bershka. Deze broek is van Lily. Supermooi met een flare. En die had ik gisteren dus gescoord. Echt een hele fijne broek is dit. En ja, het zit echt perfect. Ik heb maatje M. En deze schoenen, de blokhakken van Sasha. Dus ik ga nu snel eten en dan moet ik echt gaan. Nou, ik ga nog even snel eten maken en dan ga ik over 5 minuten weg. Naar school. En dan kom ik thuis en dan is Laurens er. Woehoe, gezellig. Ik heb echt last van mijn keel.
Maar goed, ik ga even eten maken. Gisteren had ik hummus mee met die rijstwafels. Dat was geen succes, want ze waren helemaal slof geworden. En die hummus was, helemaal ingetrokken in de rijstwafels. Dus het was echt één doffe bende. Dus dat was echt geen succes. Ik raad het wel aan als je het gewoon thuis opeet en gelijk kan opeten en niet meenemen. Dus nu moet ik even wat anders fixen. Oh, struggles. Wat nemen jullie altijd mee naar school? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, ik ga even eten maken. Ik wil even wat zeggen, want zoals jullie nu al zien, het is nu zaterdagavond. En je zou vast wel afvragen van, waarom heb je vrijdag niet meer verder gevlogd en vandaag niet? Maar er zijn wel dingen gebeurd waar ik ook niet te diep op in wil gaan, want ik vind dat gewoon niet fijn. En nog gewoon tegenover mijn familie, dat hoeft gewoon niet van mij. Toen waren we daarmee bezig en toen had ik geen zin om mijn camera erbij te pakken en dat allemaal te filmen. En dat snappen jullie denk ik ook wel. Ja, wegens privéomstandigheden dus heb ik niet meer gevlogd. Gaat nu wel weer wat beter. En verder, ja, vandaag heb ik van 7 tot 5 gewerkt. Dus ik kon ook niet op het werk gaan vloggen of zo. Want ja, dat kan gewoon niet. En ik moest om 6 uur uit bed. Dus ik heb nog niet kunnen vloggen. En het spijt me daarvoor heel erg. Want ik wou echt heel leuk dingen doen en mensen filmen en zo. Maar dat is er gewoon nog niet van gekomen. Door dat. En daardoor had ik daar ook geen behoefte aan. Ik vond het wel even netjes om dat tegen jullie te vertellen. En ik hoop dat jullie dat accepteren. Het is even anders gelopen. Helaas. Dus daar kan ik even niks aan doen. Ik ga even vertellen dat ik best nog wel wat dingen moet doen. Ik ga deze, niet deze, de kledingkastvideo moet ik afediten. Op een zaterdagavond, ja. Ik heb hem al zo goed als af. Maar ik moet nog wel even een paar stukjes afediten. Dan moet ik hem inplannen. Ik heb al een thumbnail gemaakt. En dan moet ik mijn tas inpakken, want ik ga bij mijn vriend slapen en ik heb nog een verjaardag. Ik moet het cadeau nog even mooi bij elkaar maken. Ik moet mezelf nog klaarmaken, ik moet mezelf nog douchen. Dus ik heb echt nog heel veel dingen te doen, want ik heb een verjaardag vanavond. En ja, ik moet dat nog even allemaal fixen. Dus dat ga ik nu ook even allemaal doen. Goed, ik ga dat nu, echt even snel doen, want anders dan kom ik heel laat op die verjaardag en heb ik ook geen zin in. Want ik moet nog best wel wat doen dus, zoals jullie horen. Dus ik ga dat nu even snel fixen en jullie zien me zo weer. Het ziet er echt niet uit, maar goed. Ik wou even zeggen dat ik klaar ben met de video editen. Jee, en mijn computer is zo traag. Maar ik heb dus echt zin in vanavond, want je broer komt in Lucky. En wat heel veel niet weten is dat ik hardstyle luister. Zo grappig, want dan zeggen ze, luister jij hardstyle? En dan, ja, dat luister ik. Maar goed, je broer is wel grappig. Ga je mooi rampen stampen. Jij hebt nog wel dat pyjama shirtje voor me, toch? Te lui om te typen. Weer klaar. Een beetje. Ik heb me helemaal volgepland. Ik moet mijn haar nog doen. Zoals je ziet. Ja. Mijn zus heeft ook muziek al. Zo gaat het ook zaterdag. Ik heb de lipstift voor als ik er vragen voor krijg. Zo. Die is van Primark. De PS Liquid Lipstick. En dat was in zo'n setje. Met 5 anderen. 4 anderen. 3 andere, dus met 4. Die vond ik mooi passen bij mijn jurkje. Ik zal even mijn outfit laten zien. Nou, ik ga dus naar een verjaardag en daarna gaan we uit. Ik draag dit jurkje van Ashwools of zo. Ketting van Bombinilline. Ik moet de rest nog allemaal omdoen. Dit tasje van online ergens. En panty.
doe nog zwarte laarsjes aan en dan ga ik er vandoor. Hij is nog heet hoor. Oh, maakt niet uit. Ik heb heel veel droog shampoo nodig. Oh, dit is een leuk liedje, die is echt oud. Hoe heet die ook alweer? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik zie er niet uit, ik ben super moe en ik kom net van mijn vriend. En ik zit nu bij papa in de auto. En we gaan bezig voor school. Een opdracht. Hallo. Ja, wil je even laten zien? Hoezo leg je dat allemaal hier neer? Haha. Allemaal verf. Maar we gaan ook eten zo dus. Nu naar huis. Anders hè? Maar elke vlogger doet dit. Hm? Ja. Dat is wel eng. Eigenlijk zie je helemaal niet mijn hoofd. Je ziet... Ja, zie je naar de Mac? Nee, we gaan even te kijken. Ik wil zo graag de vegetarische proeven. Vegetarisch, wat? Ja. Zo'n vegetarische burger. Ja. McChicken. Ja. Maar er zit ook allemaal kaas en zo bij, maar die lijkt me best wel lekker. Oeh, hij gaat echt zo omvallen. Ik doe hem even hard. Ik wil wel zo'n toetje houden. Dat stond er nog op. Als toetje. Zo. Mensen, toen zag ik tijdens het editen dat ik de vlog niet had afgesloten. En het is nu bijna een week later. Dus bij deze heel erg bedankt voor het kijken. Oh, let niet op dit, want ja, je ziet al wel wat er aan gaande is. Dus ik heb net mijn huid gereinigd, gescrubt, masker opgedaan. Dus dan ziet het er zo uit, helemaal rood, helemaal poep. Maar goed, heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Vond je het nou leuk, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal om de volgende vlogs en andere video's niet te missen. Ik zag er gisteren, of nou ja, zondag, het beeld hiervoor echt... zo slecht uit. Oh, niet dat ik er nu veel beter uitzie of zo, maar hey, ik film graag de realiteit in plaats van dat ik me mooi ga maken voor alleen maar dit. Ja, in 9 van de 10 keer zie ik er ook niet fancy uit, dus top. Ja, groetjes, doei!